Ze zijn waarschijnlijk nog geen 16 jaar oud. De twee jongens die onlangs met bivakmutsen op en een wapen in de hand de Aldi in Leerdam overvielen. De politie wil ze heel graag opsporen en ze staan op beeld, dus u kunt helpen ze te vinden. Het is ongeveer 9:50 op vrijdagavond 27 mei, koopavond. En best nog wel druk hier bij het winkelcentrum aan het Europaplein. De beveiligingscamera's bij de ingang leggen dan vast hoe twee jongens met bivakmutsen op het winkelcentrum binnenlopen. De jongens lopen de Aldi binnen en bedreigen het personeel met hun wapens. Ze eisen geld en dat krijgen ze ook. Niet veel later rennen ze dan met een gevulde kassalade de winkel weer uit. Ze rennen het winkelcentrum uit en vluchten via de Esdoornlaan. Rechtsaf de Johan van Oldebarneveldstraat op en verdwijnen dan in een steeg links richting de Eikstraat. Ja, het ging allemaal heel snel, Maren. We laten het nog een keertje zien. Ze lopen hier dus het winkelcentrum in. En zijn van plan die overval te plegen. Maren, wat weten we nou van die twee? Nou ja, we vermoeden in ieder geval dat ze ontzettend jong zijn. Tussen de 14 en de 16 jaar oud. De eerste verdachte is ongeveer 1,70 meter. Hij had witte Nike Air Force One schoenen aan met een dik zwart gestikt logo. Hij had een blauwe trainingsbroek van Adidas aan met witte strepen aan de zijkant en een zwart met witte jas van de North Face. De tweede verdachte is 1,75 ongeveer. Hij had een donkere broek, een zwarte gewatteerde jas met capuchon en hij droeg donkere schoenen met witte zool. Een gewapende overval heeft een enorme impact op de mensen die het overkomt. Zij hebben vaak nog lang hulp nodig van slachtofferhulp en durven soms niet meer aan het werk te gaan in de winkel waar ze de overval hebben meegemaakt. Laten we hopen dat we deze jongens samen met u heel snel kunnen vinden. Heeft u een idee wie dit zijn? Laat van u horen en geef het door via de tiplijn 0800 60 70 of via meld misdaad anoniem 0800 7000.